toen ik 20 jaar oud was, was ik 100% afgekeurd. Iets wat ik ook niet had verwacht. Maar ja, zo slecht ging het er gewoon aan toe. En toen ik geen uitweg meer zag, toen stuurde mijn tante mij een berichtje van een genezingsdienst bij Frontrunners. En ze zei, dit is jouw kans, waarom ga je niet gewoon? Hoi, ik ben Esther Buiker, ik ben 21 jaar oud. En toen ik 14 was, was het begin de scoliose bij mij ontdekt. Scoliose is een kromming in je rugwervel. En ik was 19 graden scheef. En toen ik 16 jaar oud was, moest ik een operatie, omdat ik toen 83 graden scheef was. En ik was doodsbang voor die operatie. En ik ging op mijn knieën om te vragen of God de handen van de chirurg wou zegenen. En dat gebeurde, want mijn operatie ging heel goed. En beter als verwacht zelfs. Maar toen, mijn revalidatie ging niet zo goed. En ik verdaagde thuis op de bank. Toen raakte ik depressief. Ik raakte bepaalde vrienden kwijt. Ik raakte socialiteit kwijt. Ik raakte eigenlijk alles wat mij soort van dierbaar was, dat raakte ik kwijt. Nou, wat gebeurt er dan? Dan komt de depressie om het op je kijken. En dan, ik was niet sterk genoeg om de negativiteit te bestaan. Het was op een gegeven moment zo erg geworden en zo alleen en zo zwaar geworden. Die pijn continu en de gedachten. Dat ik gewoon het liefst er een eind aan wou maken en dat ik gewoon totaal niet meer zag zitten. En ik dacht, heren, ik weet niet meer wat ik moet doen en de dood ziet er beter uit als de toekomst is. Waarom niet? En vrienden en familie vooral, die voelden die negativiteit ook. Als je in mijn buurt kwam, dan voelde je gewoon een hele bubbel van negativiteit. Van een energie waar je liever van weg wou lopen, als dat je dacht van, hé, laat ik even met haar praten. Of, hé, laat ik hem misschien even een beetje opfleuren. Dat zat er gewoon niet in. Het was gewoon dood en leeg. En ik kon niks meer. Ik had altijd pijn. Ik zag geen toekomst meer voor ogen. Ik had trauma's opgelopen. 14 lang dag in dag uit eigenlijk. Ik raakte voor mijn gevoel alles kwijt. En ik wist gewoon niet meer. Ik wist niet meer wat mijn doel van het leven was. En ik wist niet meer wat ik moest doen. En toen ik 20 jaar oud was, was ik 100% afgekeurd. Iets wat ik ook niet had verwacht. Maar ja, zo slecht ging het er gewoon aan toe. En toen ik geen uitweg meer zag, toen stuurde mijn tante mij een berichtje van een genezingsdienst bij Frontrunners. En ze zei, dit is jouw kans, waarom ga je niet gewoon? Ik dacht, ja, ik wil eigenlijk helemaal niet heen, maar wat als ik straks genezen word? Ja, wat dan? Want eigenlijk is mijn toekomst is nu al zo opgesteld van, het is niks, je bent 100% afgekeurd, je ligt altijd maar op de bank en zie maar, dan red je maar. En we reden daarheen. Toen zei ik echt van, laten we omdraaien. Laten we alsjeblieft naar huis toe gaan. En toen wij daar zaten, toen hoorde ik dus van genezingen. En ik zag genezingen een hele tijd voorbij komen. En ik dacht zo van, dit is mijn kans eigenlijk. Maar er waren zoveel mensen. En ja, hoe kom je aan de beurt? Maar hoe kom je het liefst ook niet aan de beurt? En we zaten bovenin een beetje verschuild. En we moesten een oefening doen van die handen, zeg maar zo. En als het dan verschil zo was, dan mocht je naar voren komen. En ik had duidelijk verschil natuurlijk. Want ja, mijn rug was nog steeds scheef. Ik zat wel vast met pinnen en schroeven. Maar ik bleef zitten en er kwam een vrouw rechts achterin. Die tikt mij aan en die zegt, mevrouw, jij mag ook naar voren. Ik dacht, wat is dit nou weer dan? Mijn tante die sleurt me mee. Ze zegt, dit is je kans, kom we gaan. En ik zeg, nee. En uiteindelijk wel naar voren. En toen stond ik daar te wachten. En ik dacht zo van, ja, en nu? Ik wil niet meer. Er zijn zoveel mensen. En ja, ik wil het eigenlijk helemaal niet. En ik stond daar te wachten in die rij. En toen stond er een man naast mij. En die zei, ik ga wel eerst voor jou. Weet je, als jij niet durft, dan ga ik wel. En die man die zat ook van zijn nek tot onder in zijn rug vast. Kom eens. U was de eerste die uw hand opstak. Ik dacht, ja, ga maar. Ik durf toch niet. Er werd voor hem gebeden en ik dacht, waarom bid ik ook gewoon niet mee? Ik bedoel, laat ik het gewoon doen. Dus ik strekte mijn armen uit en ik bad mee. En het was klaar en ik liep weer naar mijn plekje. Maar ik had ook een hele knobbel in mijn nek. En ik dacht, zo van, ik kan me net niet goed bewegen, weet je wel. Je zit helemaal vast natuurlijk. En we gaan weer op ons plekje zitten. En mijn tante die zegt, hey Esther, voel jij verschil in je rug? Ik zeg, nou nee, maar ik draai mijn hoofd en ik voel die knobbel niet meer. Ik voel hem, hij is weg. En ik dacht, huh? Wat is dit nu dan? Dus ze zegt, ga jij eens even staan en raak even je tenen aan. Dus ik ging staan en het lukte eerst niet. De tweede keer lukte het niet. En bij de derde keer raakte ik opeens mijn tenen aan. Toen zegt ze, ben jij nu genezen dan? Ik zeg, nou, iets wat ik echt niet kan, dat is achterom kijken. En ze zegt, nou probeer eens en ik kan opeens volledig achterom kijken.
Ik dacht, nou, wat is dit? Wat overkomt mij? En helemaal verrast. Helemaal naar, of, toen naar huis toe. Toen kwam ik thuis en toen vroeg mijn moeder, nou, ben je genezen? En ik zeg, denk wel. Ik zeg, de echte bevestiging is als ik een koprol ga doen. Want ik zit vast, ik kan eigenlijk helemaal niet, laat ik gewoon een koprol doen. En toen heb ik heel de avond lopen koprollen op de bank en tenen aangeraakt, gedanst, gesprongen, gerend. Alles gedaan wat ik gewoon eigenlijk nooit heb gekund. En die volgende ochtend toen werd ik wakker en ik stap opeens van mijn bed af en ik dacht, huh, wat is dit? Want het past niet gewoon dat dat kon. En ik kon mijn eigen sokken aan doen en ik kon mezelf helemaal soepel aankleden en ja, het was een wonder. Na mijn genezing heb ik het aan vrienden verteld, ik heb het aan familie verteld en ik dacht eens van ja, zul ik dat wel doen? Mijn moeder zei ook, laat het eens maar even bezomen en bewenteren voor familieleden of voor vrienden. En, want wij geloven het wel, maar of een ander gelooft, dat is een tweede verhaal. En toen ik dat deed, toen merkte ik dat ik eerst best wel positieve reacties kreeg. Dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad. En toen in de kerk, toen had ik ben gedoopt samen met mijn vriend en ik vertelde daar mijn getuigenis. Vorig jaar oktober nam mijn tante me mee naar een genezingsdienst. Eerst wou ik niet heen, want ik had net 4 jaar lang geaccepteerd dat dit mijn leven was. Mijn identiteit ligt in Christus en hem alleen. Het oude is voorbij gegaan en zie, het nieuwe is gekomen. Prijs hem. Ik kreeg berichtjes van mensen die bemoedigd werden om ook zich te laten genezen. Ik kreeg positieve reacties. Ik kreeg van mensen verhalen te horen dat ze ook pijn hadden en dat het ook weg is. En of dat het net een stapje is om ook te geloven dat Jezus hem wil aanraken. Dat ik vertelde dat je geloof zo klein hoeft te zijn als een mosterdzaadje en Jezus wil jou ook aanraken. Dat heeft denk ik bij heel veel mensen echt gedacht van, hey, dat wil ik ook. Ik wil ook genezen worden. En dan merk je echt de Heilige Geest in jouw omgeving die jou helpt met dingen te vertellen aan bepaalde mensen of aan groepen. En het is gewoon heel wonderbaarlijk hoe het eigenlijk allemaal is gegaan en nu nog steeds zo gaat. En Urk rondom Urk. En dan zeggen ze, hey, jij bent toch genezen? En dan vertel je getuigenis weer en dan, oh, maar dat wil ik ook. Krijg je dan. Depressie is ook iets, ik dacht dat zal altijd zo blijven en de negativiteit zal altijd zo blijven. En zelfs na mijn genezen natuurlijk, er is een paar weken van dat je vrolijk door het leven gaat en je houdt het wonder vast en je wil iedereen vertellen over dat wonder. Maar die depressie zat altijd nog in mijn hoofd van, hey, dit hoort niet bij mij. Ik mag een kind van God zijn. God heeft mij aangeraakt, heeft mij een tweede kans in mijn leven gegeven. Wat moet ik nu nog doen? En toen hoorde ik van bevrijdingsdiensten en wat daar zeg maar dan gebeurde en ik dacht, nee, ik moet heen. Dus ik ben daar met mijn moeder en met mijn oom en mijn broertje en mijn vriend naartoe geweest. En toen hoorde ik door welke deuren demonen eigenlijk kunnen binnenkomen. En ik wist niet dat dat van negativiteit, van trauma's kwam, van depressie, van bepaalde gedachten. Ik wist dat niet. En toen kwam ik erachter dat toen Tom aan het vertellen was van, hey, die demonen heb ik binnengelaten, die. Ik dacht, hoe? Ik wil hier vanaf. Ik moet hier vanaf, ik wil hier vanaf. Ik wil een nieuw schepsel zijn. Ik wil een nieuwe rug hebben, maar ik wil ook een nieuwe identiteit krijgen. En toen ben ik naar voren gegaan, toen heb ik voor me laten bidden. En sindsdien kan ik niet meer aan negativiteit denken. Ik kan niet meer goed bedenken van, hoe kon ik het zo ver laten komen? Hoe kon ik de depressie zo diep in mij laten komen? Want het was letterlijk dit en het was weg. Ik was bevrijd, ik was licht in mijn hoofd. Ik zag het leven wil zitten. Ik kon weer lachen, want als je mij tegenkwam, straat of neus, ik lachte niet naar. Ik had altijd pijn, dus mijn pijn ging, mijn gevoel en mijn pijn gingen samen. Dus ik keek altijd heel kwaad uit mijn ogen en ik zei geen hallo. En sinds die bevrijding kan ik alleen nog maar dankbaar zijn. Ik heb een dankbaar hart, ik heb dankbare gedachten. En ik wou dat ik alles veel eerder had gedaan. Want depressie, het heeft allemaal niet nodig. Die negativiteit, het heeft allemaal nooit nodig geweest. Maar het moeilijkste vond ik om mijn wonden vast te houden. Want de duivel probeert continu in jouw hoofd te zetten dat het helemaal niet waar is. Dat het maar een adrenaline kick is. En continu zeggen, door zijn streamen ben ik genezen en ik heb gewoon sinds oktober geen pijn meer ervaren. Op een gegeven moment toen zag ik vooral Runners Instagram en ik zag daar een berichtje en ik dacht, hey, waarom vertel ik daar gewoon niet wat er is gebeurd met mij? En ik deelde daar zo in het kort mijn verhaal en ik kreeg contact met vooral Runners zelf en
Ik zeg, ja, maar hoe moet ik dit nu vasthouden? Mijn wonder. Dan straks, wanneer als de duivel komt, zeg maar, om het van je af te pakken, jouw geloof. Of als er mensen een negatieve reactie geven. Hoe ga ik dit ooit vasthouden? Wat moet ik doen? En toen hadden ze aangeraden om het boekje Schil van Geloof te lezen. En dat heb ik gedaan, om de pijnen van de duivel te bestaan. En ik merk nu dat eigenlijk een hele pijl mij meer kan raken. Wat mensen zeggen, wat de duivel ook nog steeds af en toe fluistert. Af en toe dan wil maar rugzeer, dan zegt nee, stop, dit gaan wij niet doen. En dan pak ik een boekje erbij, dan lees ik weer opnieuw. Je blijft continu lezen, lezen, lezen. En dan zeg ik dat hardop en dan gaat het weg. Dat boekje dat heeft mij geholpen om echt mijn wanden vast te houden. En mij vooruit te helpen tegen maagden en mensen. En weet ik het allemaal weer. Anders had ik het kunnen verliezen, denk ik. En dat had ik absoluut niet gewild. Van altijd depressief op de bank, altijd maar alleen zijn, ben ik nu echt gegaan naar altijd zin hebben aan de dag. Altijd de dag beginnen met een laag. Van geen vrienden te hebben naar vrienden toe gaan. Leuke activiteiten met z'n doen, iets wat ik ook eigenlijk niet kon. Van niet zelfstandig kunnen zijn naar zelfstandig kunnen groeien. Van niet sociaal naar praatjes maken, lachen, buiten zijn, zin weer in het leven hebben, nieuwe mensen ontmoeten. En van nooit meer te denken dat ik niet zou kunnen werken naar een toekomst beginnen. Van eigenlijk niets naar eigenlijk alles. Alles heeft zo 180 graden omgedraaid dat alles wat eerst negatief was, mijn depressie, de trauma's, de angst, van altijd maar alleen zijn, altijd maar pijn hebben, naar volledig positief. Na geen depressie meer, geen traumas meer, geen negatieve spiraal meer, geen angsten meer. Dat altijd hebben, altijd het positieve hebben. En dat is iets wat ik gewoon altijd al had gewild, maar nooit had durven dromen.